Martijn van Apple Coach hier. Als Apple-gebruiker in mei 2023 heb je waarschijnlijk een e-mail gehad van Apple over PhotoStream. In deze e-mail schrijft Apple dat ze gaan stoppen met een iCloud-dienst voor foto's. In deze video gaan we kijken wat dat betekent voor jou. Om dat te doen, openen we eerst de foto's-app hier op de Mac. En deze functionaliteit is er ook voor de iPhone en iPad, en daar zullen we zo naar kijken. Kijken we hier aan de linkerkant, tussen geïmporteerd en recent verwijderd, zie je bij mij niets staan over mijn fotostream. Dat betekent dat ik de fotostream-functie op deze Mac niet gebruik en er niets verandert. Dan gaan we linksboven naar foto's uh, en dan naar. Instellingen, dat kan ook voorkeuren heten. En dan hier bij iCloud. Dan zie je dat ik wel iCloud-foto's gebruik. iCloud-foto's blijft gewoon bestaan. En dit is misschien een goed moment om even uit te leggen wat er nu eigenlijk stopt, en wat er blijft. PhotoStream werd geïntroduceerd in 2011, meer dan 10 jaar geleden. Dan kreeg ik toen dit mooie plaatje. En het idee was dus: je maakt een foto met je iPhone. Die foto wordt naar iCloud gezet. En dan ook gedownload op je iPad en Mac. Die foto's bleven bewaard voor 30 dagen met een maximum van 1000 foto's. En je had op ieder apparaat de optie om zo'n foto dan toe te voegen aan de lokale bibliotheek. Dus op te slaan. Op die computer. Dat werkt anders dan wat we nu hebben. Dat is sinds 2014 geloof ik iCloud fotobibliotheek, iCloud Fotos. Daar werkt alles samen. Als je een foto maakt op je iPhone, maar je bewerkt die foto op je Mac, verandert dat ook in iCloud. Of als je ergens iets verwijdert, als je iets in een album plaatst. Alles werkt samen. Alles gebeurt overal. Ook bewaart dit al je foto's in iCloud, en niet alleen de laatste 30 dagen of maar 1000 foto's. Wat Apple nu aangeeft is dat ze willen dat iedereen die nog het oude fotostream gebruikt overstapt op de nieuwere iCloud foto's. Of, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je foto's helemaal niet in iCloud te zetten. Dat is ook een goede optie waar veel mensen voor kiezen. Als Apple Coach spreek ik enorm veel Apple gebruikers, en daardoor weet ik ook dat er maar heel weinig mensen zijn die Stream nog gebruiken. Er is dus een grote kans dat jij het ook niet gebruikt. We hebben nu al gekeken hoe je dat op de Mac kunt controleren, maar laten we ook nog even kijken op de iPhone. En iPad en we doen eerst de iPad even. Hier openen we de app Foto's. Open de zijbalk als je die nog niet ziet. Scroll naar Mijn albums. Tik op Alle albums. En ook hier zie je bij mij dat er niets staat over mijn Fotostream, wat dus betekent dat ik het niet gebruik. Gaan we nog even naar het thuisscherm. En dan naar instellingen. Foto's. Dan zie je dat ik wel iCloud Foto's gebruik. Dus ik gebruik hier gewoon de moderne methode. Ten slotte de iPhone. Foto's. Albums. Toon alles. En weer hetzelfde verhaal. Je ziet mijn fotostream er niet bij staan. En ook hier doen we nog een check naar het thuisscherm. Instellingen. Foto's. En iCloud Foto's staat aan. Ziet dit er bij jou ook zo uit, dan hoef je dus nergens zorgen om te maken en gaat alles door zoals het al was. Heb jij wel mijn fotostream? Dan kun je overstappen naar het gebruik van iCloud Foto's of voortaan foto's gewoon synchroniseren via een andere methode, bijvoorbeeld de iPhone via een kabel aansluiten op de Mac. Vanaf 26 juni 2023 wordt FotoStream stopgezet. Dan blijven die foto's dus nog 30 dagen beschikbaar tot 26 juli en daarna is FotoStream echt voorbij. Als je het gebruikt. Is het dus handig om voor die tijd een besluit te nemen hoe je verder wilt gaan? Maar in de meeste gevallen kun je dus gewoon verder gaan met het gebruik zoals je dat nu al doet.